Goed mensen, welkom allemaal. We gaan beginnen. Ik vind jullie ook heel fijn dat jullie er zijn. Ik weet niet zo goed waarvan jullie zijn. Kunnen jullie misschien uitleggen? Ik ben hier gewoon als gast. Met mijn thuiszorghulp. Ah, jullie zijn van de thuiszorg. Nou, ik niet. Zij wel. En u dacht, Roemer is er. En Jos de Blok, dat gaat wel goed, of niet? Ja, zeker weten. En ik ben er voor haar, dus... We gaan voor de goede zorg, toch? Ja, oké. Okay. Nou, goed te weten. Dan weet ik waarom jullie hier een behoorlijke groep zijn. Ja, we gaan het dus hebben, dames en heren, over thuiszorg, zeker. Maar het is ook boekenweek, dus we hebben ook schrijvers aan tafel. En wat voor schrijvers, zeker niet de minste. En u hoorde het al, Emiel Roemer is hier. En Josse Blok van Buurtzorg is hier ook. En dan denkt u natuurlijk, die van Scherrenburg, die is een soort conctie begonnen... ter faveur van die SP en de thuiszorg. Ik zal u eerlijk vertellen, het is puur toeval, want Josse Blok zou eigenlijk vorige keer hier zijn. Dat jullie me nergens van verdenken dat ik niet partijdig ben. Goed. Ik wil weer eventjes weten, we zitten in het zesde seizoen, wie hier komt hier al vanaf de zesde keer? Hey, Henny. Oké, mooi. En wie is hier vaker dan twee keer geweest? Oh, ben. En wie is hier voor het eerst? Thuiszorg, handjes omhoog. Goed. Dan wil ik met de in ieder geval deze volgende vraag, want we gaan het er ook over hebben. Wie is tegen de Turkije-deal die gesloten is over de vluchtelingen? Moet je nog even denken? Ik zie heel veel. En wie weet het niet? Het lijkt me dan beter. Oké, misschien krijgen we de helderheid en helpen we onthouden dat ik die vraag straks nog een keertje stel. Wie wil twitteren? Er wordt nooit zo enthousiast getwitterd, maar ik roep het toch maar weer. De hashtag is PokaPiment. U ziet hem daar staan. Mooi. En zoals altijd heb ik hier natuurlijk ook een co-host. En ik ben hartstikke blij dat hij er weer is. Peter van Zadelhof, presentator van RTLZ en RTL4. Peter, jouw nieuws van de week. Ik moet een beetje economisch houden, toch? Dat is wel je best. Mag doen wat je wil. Okay. 3-0 tegen Roda, zou ik dan zeggen. Nu alleen die reclameborden nog overeind houden, maar... Nu hard aan het steken. Wel de renteverlaging van de ECB, dat was toch wel... Slecht idee? Nou, ik vond het opvallend dat ze deden. En waar ik vooral wel om moest een beetje gniffelen, is de reactie van alle pensioenfondsen die heel hard... begon het stijgen van, nu moeten we onze pensioenen korten, dat is zielig, we moeten de regels aanpassen, want we zijn zielig en zo. En al jullie pensioenen worden natuurlijk gekort straks. Ja, daarom vinden wij het allemaal een waardeloze deal, toch? Ja. Die 0%. Ja, hoor je het? Je bent een beetje loner hier nu. Ja, weet je wat het punt is? En dat vind ik een beetje vervelend. Die pensioenfondsen die zeggen altijd, ja, maar ze zijn hartstikke rijk. Maar ze zeggen nooit dat ze hartstikke rijk zijn omdat die rente zo laag is. Dus ze vertellen altijd maar het halve verhaal. En bovendien, ze hadden er ook eens rekening mee moeten houden dat zoiets zou kunnen gebeuren. Ik bedoel, als je pensioenfondsgeld beheert, dan moet je volgens mij een beetje in scenario's gaan denken. En dan moet je denken, ja, weet niet wat de rente gaat doen. Hij kan omhoog en hij kan omlaag. Maar pensioenfondsen, de meeste hebben alleen maar gedacht, ja, hij gaat weer omhoog. En dan krijg je dit dus een beetje eigen schuld, dikke pult. Daar kunt u niks aan doen en u zit een beetje met gebakken peren. Maar je zegt eigenlijk... een beetje naar de pensioenfonds toe gaan en dat een keer tegen ze zeggen. Maar eigenlijk zijn dus, net zoals altijd, al die jaren al nog steeds incapabele besturen, zeg je. Ja. Is dat helder? Ik hoop de FNV'ers in de zaal zitten. Maar ik vind het ook wel heel zielig van onze spaarcenten. Wat moeten we nou doen? Geven ze goed advies? Opmaken alles? Nou, ja. Kijk, ik zou wel willen zeggen opmaken, maar mijn ouders zitten in de zaal. Dus dat zou voor mij niet... Waar zitten die? Daar. Ah, dag ouders. Daar heeft hij niks. Dus het geldt niet voor jullie twee, maar de rest zou ik gewoon opmaken. Best, opmaken. Ja. Nee, Peter, we gaan het over andere dingen zo in hebben. Dankjewel, ga zitten. Goed, de gasten graag aan tafel hier. Emiel Roemer, fractievoorzitter SP. Wel, fijn dat je er belt, Emiel. Hartstikke fijn. Dus niet de eerste keer. Dan ga lekker daarnaast mij zitten, vind ik prima. Josse Blok, bekend van buurtzorg. En thuiszorg. Welkom, Jos. Dank je, fijn dat je er bent. Bert Wagendorp. Bekend columnist, schrijver, boekenschrijver, fietser. Ga zitten. En burgemeester van Berkeland, Joost van Oostrum. Welkom. Goed, we gaan beginnen.
Ik wil meteen aftrappen en misschien kijken. Wat we achter ons zien, dat zijn de fregatten van de NATO die sinds vandaag op de Egeïsche Zee varen. De Turkije-deal. Meneer Roemer, is het een goede deal? Ik ben bang voor niet. En waarom? Nou, kijk, laat ik beginnen met voorop te stellen dat ik me heel goed kan voorstellen dat je ook met Turkije iets moet, omdat daar gewoon heel veel vluchtelingen zitten en er van alles moet gebeuren. Maar Turkije heeft in het verleden ook wel laten merken dat ze niet de meest betrouwbare partner zijn. Ze kunnen aan alle knoppen draaien die ze willen. Dat is één. Twee, het is een land wat in het oosten een behoorlijke burgeroorlog heeft. Waar mensenrechten nou niet echt helemaal bovenaan op de agenda staat. Waar de journalisten opgepakt worden bij de vleet. Dus het is een land waar wel heel veel kritiek op te geven is. En als je dan daar een deal gaat sluiten dat daar toch een behoorlijk bedrag van 6 miljard naartoe moet. Mm. Waarin een visumvrij reizen voor heel veel mensen aan de orde is. En toch de indruk wordt gewekt, laat ik het voorzichtig zeggen, dat de stap richting de Europese Unie fors dichterbij is. Dan heb ik daar op zijn zachtst gezegd heel veel bedenkingen bij. Oké, wat is de oplossing dan? Ja, die is er bijna niet. Dat is, ja, laat maar. De oplossing is dat er stabiliteit in de regio komt. Ja, maar die komt voorlopig niet. Ja, dus weet je wat ik het leuke vind? Ik heb nou dan zijn we daaruit, dan gaan we dat doen en dan kunnen we naar het volgende. Weet je dat ik het nou frappant vind? Hè? Als ik veel, vanmorgen heb ik ook nog even Buitenhof gekeken. Dan zat collega Buma, die zei hetzelfde, stabiliteit. En dan zie ik heel veel journalisten ook meteen in de stress schieten. Maar laat ik vooropstellen, het is het wel. Ja, het is het namelijk wel. Kijk, er is in de regio waar ongeveer alles plat gebombardeerd wordt wat er maar te bombarderen valt. Daar wonen zoveel mensen, zijn meer dan 8 miljoen. Volgens mij is iedereen het bijna over eens, als die oorlog stopt, dat de beste oplossing is? Nee, dat is helemaal niet waar, want anders zou je anders acteren namelijk. Kijk, wat er aan de hand is natuurlijk dat daar heel veel partijen met elkaar aan het strijden zijn. We weten op een gegeven moment van gekkigheid niet meer wie met wie aan het strijden is en wie welke wapens hebben. Vervolgens zijn er heel veel landen in de regio die zich ermee bemoeien. Van Saoedi-Arabië, Iran, Rusland, Amerika. En we doen zelf vrolijk mee door ook nog steeds onze F-16's daar naartoe te sturen en te blijven bombarderen. En het eerste wat er gedaan moet worden is een veel harder pleidooi voor een wapenembargo voor de hele regio. Omdat er iets is wat daar meer dan voldoende is, dan zijn het wapens. Okay. En twee, de grootmachten aan elkaar eindelijk eens een keer aan tafel te zetten om echt eens voor een wapenstilstand maar te krijgen. Maar meneer Roemer, ik schiet totaal niet in de stress. Ik ga alleen nu eventjes van de situatie uit zoals ze nu is. Er zijn ongelooflijk veel vluchtelingen. Ja. Europese landen die op eigen houtje vandaag weer een paar landen erbij de grenzen dichtgooien. Dat is erg zat. En miljarden businesses, die mensensmokkelaars, gaan gewoon andere routes vinden. Precies. Ja, zeker. Dat is een van de redenen waarom het dus geen goede deal is. Mijn vraag aan u is, als we daar even van uitgaan, en u kunt wel denken van, dat willen we allemaal, liefst morgen al vrede daar in die regio, dat is niet zo. Wat is uw oplossing? Die heeft u ook niet. Dus moet je dan ook niet zeggen, kijk, niemand heeft een goede oplossing op dit moment, dus die Turkije-deal is één ding. En mensen, wen er maar aan, want je zult ook met andere regimes deals moeten gaan sluiten om dit te handelen. Ja, maar daar hebben we in het verleden ook wel rare ervaringen mee. Kijk, als je zegt van er zijn geen oplossingen, zolang er oorlog is en zolang er zoveel terreur is in een regio, blijf je vluchtelingenstromen houden. Ja. Dus als we op dezelfde manier door blijven gaan, dan hebben we straks niet alleen vluchtelingen uit Syrië, uit Irak of Iran, dan heb je ze dadelijk ook nog uit Libië, want dat is dan de volgende bult waar het naartoe gaat. En we krijgen ook nog klimaatvluchtelingen. En daarom, zeker, dat is de volgende stroom die daarna gaat komen. Ook als we daar dus, en aangezien we dat nu al weten, zou je dus ook daar nu al op moeten reageren en daar beleid op vast moeten stellen. We zijn over het algemeen in Europa elke keer te laat geweest. Wat je nu moet doen is erkennen dat er nog steeds een stroom deze kant op zal komen en dat je ze dus ook op moet vangen, op een fatsoenlijke manier. Het tweede wat je is echt moet gaan doen is zorgen dat opvang in de regio, dat er niet alleen de miljarden gaan naar Turkije. Maar ga eens kijken, mijn partijgenoten zijn allemaal al met een aantal geweest in Jordanië, in Libanon. Nu, ik ben zelf in Griekenland geweest om te gaan kijken, bij de grens met Macedonië. Mensen, het is echt een verschrikking. Als je daar die kinderen daar in de modder, foto's van het gaat door merg staan en been. Als je dit ziet, en vooral heel veel kinderen. Ik was in de haven van Athene, in een stampvolle terminal, waar meer dan de helft kinderen was onder de 6 jaar. En dan kun je wel zeggen, ja, waarom ga je dan aan de wandel? Ik ben met die mensen gaan praten. En die zei ook van, ja, die kwamen uit de regio van Aleppo, toen we de zoveelste bombardementen hebben gehad. Maar is dan zijn wij gaan lopen. Opvangen die handel. Bedoel, maar ik vond wel, als u al die taferellen daar in Griekenland ziet, is dan toch niet begrijpelijk dat je dan maar probeert een deal met Turkije te sluiten. Ook al valt er van alles op af te dingen, hoor. Dat zal best, maar
Je moet toch op een of andere manier die stroom met vluchtelingen vanuit Turkije naar Griekenland tot stilstand. Ik zeg niet dat er niet met Turkije komen. Gesproken moet worden. En de oplossing van er moet daar vrede komen in Syrië. Ja, daar kan ook niemand tegen zijn, maar dat schijnt nogal ingewikkeld te liggen. Ja, dat is een feit. Het is een feit dat wij als Nederlanders natuurlijk maar een heel klein beetje invloed hebben op wat er in de regio gebeurt. Maar dat wil niet zeggen dat je er geen mening over moet hebben. En nu vroeg ik naar mijn mening. Okay. Ja. Ik wil ook even de mening horen heel graag van de andere gast aan tafel. Want die zit een beetje te kijken. Bert zit echt te kijken. Laat mij hier buiten, of niet Bert? Nee. Oh. Ik heb hier ook over geschreven. Natuurlijk, ik ben het helemaal met Emiel eens dat de oplossing zit in vrede en Syrië. Maar ik zie op hetzelfde moment dat je op dit moment in Europa ook door de druk van populisme en andere stromingen, dat je naar pragmatische oplossingen moet kijken. En dat doet Merkel. Ik bewonder Merkel enorm. Zoals ze stand houdt in die hele storm van alles dicht en hou ze tegen. Maar zij is ook al aan het kantelen. Ja, want ze heeft ook gisteren gezegd. Dit is reaalpolitiek. En die gaat inderdaad gewoon, wat Emiel zegt, gaat ten koste van mensen. Ja. Maar ik zou op dit moment, als die stroom straks nog weer helemaal op gang zou komen en ook ongecontroleerd zou blijven, dan ben ik bang dat er allerlei dingen gebeuren die wij ook niet willen. Ja, zoals? Ja, nou, alle grenzen dicht. Overal grote massa's mensen die staan te wachten tot ze naar binnen mogen. Dan zijn we hard naar op weg, hè? En dat moet je ook zeggen. Natuurlijk moeten we ruimhartiger zijn in die opvang. Maar dat is het punt op dit moment. Dat zijn we. Nou ja, in Nederland vind ik nog redelijk. Andere landen niet. Laten we ook heel reëel zijn. De hele internationale gemeenschap, want het is veel groter, heeft eigenlijk ook jarenlang toegekeken dat de opvang in de regio er wel plaatsvond, maar dat niet echt humaan voldoende was. Ja. Kijk, mensen gaan natuurlijk niet zomaar een huis en haard verlaten. En als ze ergens opgevangen worden in de regio, wat ook mijn eerste keuze is. Maar als je ziet in Jordanië, om maar een voorbeeld, of in Libanon om een voorbeeld te noemen, een kwart van de bevolking in Libanon is op dit moment vluchteling. Moet je je voorstellen, als we een kwart in Nederland vluchteling zou zijn, dan praat je hier over meer dan 4 miljoen mensen. Ja. Maar zou de politiek in Nederland dan niet wat helderder moeten zijn en gewoon moeten toegeven dat vluchtelingen de komende 3, 4, 5, 7, 8, 10, 15 jaar blijven er gewoon heel veel vluchtelingen richting ons land komen. Wen er maar aan. Ja, dat zou je zeker moeten zeggen. En natuurlijk probeer je de stroom in te perken. Natuurlijk probeer je de opvang in de regio te verbeteren. Natuurlijk wil je er alles aan doen om stabiele regio's te krijgen of een deel daarvan, zodat mensen. Maar iedereen die zegt van wij kunnen dat stoppen en we kunnen er een muur om, een Berlijnse muur om Nederland of om Europa zetten, die doet dat alleen maar om populistische redenen en dat is absoluut niet. Ja, om populisme te voorkomen misschien ook, hè? Ja, maar kijk, wat je zelf zei, Merkel roept gisteren wat. Ja, waarom? Omdat er vandaag belangrijke verkiezingen in Duitsland zijn. Kom op, zeg. Prik er alsjeblieft een keer. Maar als de SP morgen zegt van, laat er nog maar 1 miljoen toe, dan gaat jou dat ook heel veel zetels kosten. Dat kun je ook niet zeggen. Nee, nou ja, dat bedoel ik. Ja. Dat is dan toch dat pragmatische. Nee, maar aantallen kun je ook inderdaad niet zeggen. Nee, dat is het moeilijke. Maar kijk, daarom is het heel reëel om te stellen dat je als, sowieso als partij, maar ook als Nederland natuurlijk, maar een beperkte invloed hebt op wat er moet gebeuren. Maar daarom moet je wel beginnen met hetgene wat er daar zou moeten gebeuren. Okay. Dus stop in ieder geval met de Nederlandse bijdrage aan de bombardementen. Ja. En stop in ieder geval met, of probeer te stimuleren dat er een wapenembargo voor de regio komt. En probeer te stimuleren, zeker als voorzitter van de EU, dat mensen of partijen daar echt aan tafel gaan om te spreken over stabiele regio's in Syrië. Want hoe meer plekken waar het stabiel is, hoe minder mensen. Maandag is er een overleg, maar er zijn zulke idiote eisen gesteld dat het gewoon weer gaat mislukken, denk ik. Maar u wil ook wat zeggen hierover? Ja, nou, kijk, wij als lokale bestuurders hebben natuurlijk gewoon dag in dag uit te maken met de enorme last die er ligt om die mensen een plek te geven. Wij hebben in Berkelland recent weer avond aan avond gestaan omdat wij gewoon niet meer bestaande woningen alleen kunnen gebruiken voor de opvang van statushouders, maar echt gewoon tijdelijke woningen bij moeten zetten. En wat ik dan iedere avond weer terughoor is, hoeveel vluchtelingen vangen jullie op dit moment op? Wij doen er aan statushouders zo'n 53 in een half jaar. Ja, maar nu met deze stroom. Maar wij hebben ook nog een locatie voor 130 jongeren. En we zijn met het COA in overleg voor een tweede locatie. Voor jongeren? Dat is niet voor jongeren, maar dat wordt dan een noodopvanglocatie voor een aantal jaar. En dat kost heel veel tijd, heel veel energie. En dan praat je over 200-300 mensen maximaal. Terwijl als het straks 1 april is, gaan we weer gewoon naar 2000 mensen per week die komen instromen. Dat betekent dat iedere week 10 van dat soort locaties moeten worden opgestart. Is dat voor een gemeente te handelen? Het is voor een gemeente bijna niet te handelen. Waarom niet? Omdat niet, zegt u. Nee, bijna niet. We slagen er redelijk in. Maar ik moet steeds vaker uitleggen, ook lokaal,
van uitleg geven over hoe komt het nou dat die enorme aantallen blijven doorstromen. En wat ik steeds vaker terughoor is dat men gewoon behoefte heeft aan duidelijkheid vanuit Den Haag. He, van zet nou eens in en wees nou eens helder over wat je landelijk wil. Want die onduidelijkheid die er nu heerst, hè, en die aantallen, die dan weer 58.000, dan weer 90.000. Nul. Ik heb geen, dan weer nul. Maar ik heb geen idee met welke aantallen wij voor de tweede helft van 2016 daarover zijn jullie het heel erg eens. Begrijp ik. Jos, heb jij hier een opvatting over? Of denk je... Nee, ik heb er wel een opvatting over, ja. Vertel. Nou, ik was laatst in Taiwan en toen zei de premier van Taiwan... we hebben de komende jaren nog weer 1 miljoen mensen nodig van buiten... om zeg maar, de demografie en de ouderenzorg op te vangen. Ik denk dat je er ook zo naar zou kunnen kijken... dat we kunnen leren van wat er nu gebeurt. En dat we het veel meer op een positieve manier benaderen. Ik vind, je hebt ze straks nodig als werknemers, zeg. Ik denk als je naar onze bevolkingsopbouw kijkt... en je kijkt de komende 20, 30 jaar van wie gaan straks ons zeg maar, helpen... dat we straks heel blij zijn dat we een groot deel van die mensen hebben. Dus ik vind gewoon als beschaafd land dat de basishouding zou moeten zijn... van als er ergens oorlog in de wereld is, dat je zegt van wij zijn er. En ik vind dat er veel te veel alleen maar vanuit een hele negatieve politiek naar gekeken wordt. Okay. En ik ben verpleegkundige en ik hou van mensen. Dus dat goed, helder. Je ziet gewoon een hoop personeel binnenkomen eigenlijk. Nou, dat is een beetje flauw. Dit gaat helemaal niet om. Ik vind dat je in de maatschappij dat is toch, dat is toch uiteindelijk wat je zegt. Ik bedoel, we hebben dat. We vergrijzen in Nederland. Je legt dat met Taiwan. In Nederland hebben we dat ook. We hebben een vergrijzende samenleving. Ja. Dus dan heb je, als je toestroom van immigranten hebt, dan kan dat een probleem oplossen. Dat kan toekomstig personeel. Dat is ook de reden dat Canada nu toch 300.000 visa gaat uitgeven. Ja. Dezelfde reden. Gewoon de versterking van de middenklasse in Canada. Met vaak hoog opgeleide mensen uit bijvoorbeeld Syrië. Ja, maar hoog opgeleide. Hè? En ik zag laatst weer berekeningen dat van de vluchtelingen die binnenkomen... is ongeveer 1/3 hoog opgeleid. 1/3 heeft vrijwel geen opleiding gehad. En die andere is ook heel moeilijk aan de bak komen. Maar dan kan die 1/3 kan toch die andere opgeleiden? Ja. dan heb je al twee vliegen in één klap. Het blijft ingewikkeld. Ik denk dat volgend seizoen Piemente we hier weer over precies dezelfde onderwerpen zitten te praten. Maar ik wil even, meneer Roemen, u zei het zojuist al... of het viel hier een beetje aan tafel. Een deel van uw achterban ziet in de vluchtelingen ook een bedreiging voor hun banen, hun uitkeringen, enzovoort, enzovoort. Hoe is het eigenlijk met uw partij? Gaat het een beetje lekker? Ja, het gaat hartstikke lekker. Waarom gaat het lekker? Omdat wij zowel organisatorisch, financieel, qua afdelingen goed op orde zijn. Ja, maar in de peilingen schiet het niet echt op. Nou, we staan nog steeds op alle peilingen in deze instabiele situatie... nog steeds in alle peilingen op winst. Maar kan toch niet iedereen zeggen? De nieuwste peiling voor wat die waard is, is 17 zetels staat u ja, nu. Ja, er zijn een stuk of 4 peilingen. Het varieert allemaal rond tussen de 17 en de 20. Ja. En dat is in deze fase heel mooi. Maar in deze tijden die er zijn... de crisis hebben we al achter de rug, maar voor heel veel mensen... baanzekerheid is er niet meer. Ze zijn bang voor hun uitkeringen. Zou die SP eigenlijk giga groot moeten zijn? Dat gebeurt niet. De verkiezingen die zijn volgend jaar. Dus, die kennen we. Het is al bijna maart, ja. Hoor, meneer Roemen. Nee, maar ik heb ze ook wel eens andersom gehad. En dat vind ik wel leuk. Ik geloof dat ik een van de weinige lijsttrekkers ben... die elke peiling van de wel een keer gehad heeft. Ik heb op 8 gestaan, op 38 gestaan... en ongeveer alles wat er tussenin zit. Mm. Dus daar heb ik inmiddels wel van geleerd... om je daar niet gek door te laten maken. Maar het is een situatie waarin... de afgelopen jaar, 1,5 jaar, vooral ook met onze interne structuur heel erg bezig zijn geweest. Nieuwe voorzitter gekozen. Zorgen dat de kwaliteit van afdelingen goed op orde zijn. Veel nieuwe afdelingen opgericht. En het is een feit dat we natuurlijk het liefst met onze voorstellen heel veel, nog meer mensen aan ons willen binden. Ja. Maar de angst in de samenleving is heel erg groot. Ja. En angst is vaak een slechte raadgever. En dan zie je dat, en dat is niet alleen in Nederland, dat zie je nu vandaag waarschijnlijk ook alweer bij de verkiezingen in Duitsland, dat heel veel mensen dan tijdelijk in ieder geval zeggen te kiezen voor partijen die zondebokken aanwijzen. Ja, en dat is heel lastig tegen te knokken. Ja. Maar ze zeggen namelijk van de SP, dat hoor je ook steeds vaker, ja, die SP dat is zo'n partij voor de middelbare boze witte man. Ja, kent u dat? Nee. Nee? Nee, ik geloof wel dat er mensen zijn die dat willen framen. Dus dat geloof ik meteen, maar de praktijk is gewoon heel anders. Oké, dat is goed. Maar het schiet niet zo hoe is het op met, de peilingen, met de nieuwe voorzitter eigenlijk? Is er wat veranderd? Want Jan Marijnissen heeft daar over 133 jaar gezeten. Nu zit Ron Meijer er.
Die zitten voor de volgende 133 jaar. En, ja. Is er al een soort van frisse wind of zo? Vraag ik me af. Hoe gaat dat? Dat is een hele leuke vraag. Hij is buitengewoon enthousiast. Ik zou zeggen, loop een keer mee. We hebben gisteren weer een aantal hele mooie superzaterdagen gehad in diverse plaatsen in het land. Waar we met hele grote groepen weer huis aan huis, deur aan deur, straat voor straat met mensen in gesprek zijn. En wat is dan de vraag die u het vaakst krijgt? Waar gaat die over? Ik denk dat vluchtelingen staat wel heel erg op één. Samen met ongelijkheid en zorg. Dat zijn wel de drie grootste thema's bij gesprekken aan de deuren. En dan heb je nog wel een heleboel vaak lokale dingen die spelen. Mm-hmm. Bij de ene plaats en welke oplossing voor vluchtelingen legt u dan in de wijk terug? Nou, wat ik hier net ook verteld heb. En, we gaan vrede stichten in Syrië. Nou, laten we vooropstellen. Ja, je kunt er grapjes over maken. Ja, en dat mag ik niet. Ik vraag het serieus. Nee, ik zei het even tegen Peter. Ja. Ik zeg wel tegen de mensen, het is een volgorde der dingen. Eén, we moeten er op blijven hameren dat als er een probleem is, dat je de oorzaak aanpakt. Dat is één. Vervolgens weet ik ook wel dat dat niet van vandaag op morgen is opgelost. Dat betekent dat je de volgende schil moet doen en dat je de opvang in de regio verder verbetert. Belangrijke rol voor de internationale politiek. Voor ja, maar daar heb ik wel over gehad. Ja, ik had het over de wijk. En dan, de volgende is dan, dan komen er ook mensen naar Nederland. Ja. En dat betekent dus ook dat je echt moet werken aan draagvlak in de samenleving. En wat we in de eerste maanden hebben gezien is dat ze dat echt vergeten zijn. Wat er in Oranje gebeurt, is om maar een voorbeeld te noemen. Dat is niet alleen funest voor Oranje, maar dat is funest voor het hele beeld in Nederland. En ik zeg er ook gelijk bij, het is heel lastig aan mensen om solidariteit te vragen als 20 jaar lang de solidariteit in Nederland is afgebroken. Maar hoe probeert u dat uit te leggen dan? Wat zegt u? Dat er fundamenteel andere keuzes gemaakt moeten worden om die solidariteit weer te organiseren. Nee, maar die solidariteit moet ook van die mensen in de wijk komen. Mijn vraag is, wat zegt u tegen die mensen in de wijk? Dan? Die mensen zeggen, ja, luister eens meneer Roemer, ik zit op een nieuw huis te wachten, maar dat komt niet, want er staan allemaal vluchtelingen die en dan zeg ik tegen die meneer of mevrouw, u zoekt naar een woning en deze meneer zoekt naar een woning. Moeten jullie nou met elkaar ruzie gaan maken? Of moeten jullie samen kijken wie er verantwoordelijk voor is dat er te weinig betaalbare woningen zijn? En dat 20 jaar lang. En zullen we daar samen in optrekken en zullen we samen die mensen gaan binden om eens voor ander beleid te gaan zorgen? Want het is toch te belachelijk voor woorden dat er nog steeds duizenden woningen verkocht gaan worden. En met name de woningen met lage huren. Dat die liberalisering steeds doorgezet wordt in de huursector en dat er te weinig gebouwd wordt. Ja, zullen we dan samen eens gaan optrekken om dat te gaan regelen? Maar het zijn weer de langere termijn oplossingen. En ik heb echt in het dagelijks bestuur gewoon te maken met de oplossing van morgen. Ik moet morgen die woning beschikbaar hebben. Ik moet morgen uitleggen dat er een woning niet naar een reguliere woningzoekende gaat, maar naar iemand met een status. En dat leg ik uit, want die mensen hebben recht om hier te zijn. Het zou mij alleen enorm helpen als jullie in Den Haag die discussie ook wat meer op dat niveau brengen, in plaats van alleen maar ver weg de oplossing zitten. Want wij hebben gewoon dag in dag uit een zoekopdracht om die mensen een plek te geven. En daar hebben we steun vanuit Den Haag mee nodig. En daar zullen we op moeten inzetten. Want die beelden van Oranje en al die andere plaatsen, die hebben we gelukkig in de Achterhoek niet. Ja. Nee, dat is een hele grote plus. Maar wij hebben gewoon de dag van morgen te verzorgen. En natuurlijk is het belangrijk dat op langere termijn de oplossing komt. Maar ik heb gewoon signalen nodig vanuit Den Haag. Laten we eerst de dag van vandaag eens regelen. Nou, mooie oplossing. In die zin was ik blij met de oproep van de koning. Nee, die gewoon daar een keer gewoon voor gaat staan en zegt, oké, we moeten het vandaag ook gewoon oplossen met elkaar. Kijk, een van de oplossingen is om woningcorporaties een investeringsplicht te geven voor dat bedrag van 1,75 miljard wat ze jaarlijks aan de staat moeten geven als een soort belasting. Draai dat om en maak daar een investeringsplicht van. Ja, maar er ligt en dan kun je dus ook heel veel ook tijdelijke woningen gaan bouwen. Wat ook voor de werkgelegenheid hartstikke goed is. Het is een investering wat voor onze economie en de binnenlandse besteding heel goed is. En u heeft antwoord op uw vraag. U krijgt meer betaalbare woningen. We hebben hier in het kader van de krimp veel meer behoefte aan de uitvoering van een motie die er al een tijd ligt in de Tweede Kamer. Die namelijk de verhuurdersheffing ervan afhaalt in krimpregio's. Ja. Zodat woningcorporaties goedkoper bestaande woningen kunnen opkopen die anders op termijn leeg komen. Ja. Die motie ligt er al bijna een jaar. Die wordt niet uitgevoerd. En ik was laatst bij het algemene overleg ook met minister Blok. En ik geloof niet dat hij echt in beweging komt. En dat zeg ik niet zomaar. Dat is notabene een partijgenoot van me. Maar ik heb echt behoefte aan dat jullie in de Tweede Kamer ook dat signaal nog gewoon eens veel harder oppakken. En zeggen, oké, nu moet het gewoon gebeuren. Er ligt een motie, voer hem uit. Dat helpt ons vandaag namelijk aan extra woningen voor vluchtelingen. Huiswerk, meneer Roemer. Nee, erg mee eens. Dat ons goed. Zal niet liggen. Gaat u maandag mee aan de slag. Fijn. Helemaal goed. Ik denk de vraag die ik kreeg van iemand publiek of ik wilde, aan u wilde vragen waarom stapt de doelgroep van de SP, dat zijn namelijk sociaal zwakkere massaal over de Partij van Wilders, dat hebben we nu wel behandeld. Toch meneer Huthorst? Oké, graag, dank u wel. Nog even, bent u de lijsttrekker ook?
Als het aan mij ligt wel, maar de leden gaan er uiteraard over. En wanneer gaan die dat beslissen? Ik denk dat dat nog voor het zomerreces is. Oh, oké. En dan is het een beetje een zenuw, of denkt u wel, dat komt wel goed? Ik ben niet zo gauw zenuwachtig te maken. Nee hoor. Maar is er zoals bij de partij, bij de keuze voor de partijvoorzitter, gaat het hoofdbestuur weer alle afdelingen langs en gij zult Roemer stemmen? Of? Dat is nog nooit gebeurd. Dus ik zou niet weten. Dat zou dan, jaar, toch? Ja. Dat zou dan een vernieuwing in de partij zijn als de voorzitter dat gaat doen. Oké, mijn naam is Aad. Even kijken, wat kunnen we doen? We kunnen nu muziek. Ellen, ben jij klaar ervoor? Of? Ja? Want daarna gaan we over de thuiszorg praten. Nogmaals, Ellen van de Leedvloer. We gaan een liedje doen dat heet Every Inch. En dit is het enige echt zielige liedje wat ik ooit geschreven heb. Goed, zitten jullie er klaar voor? De thuiszorg. Ja, de thuiszorg. Ik heb al gezegd, het was niet zo afgesproken, maar nu is het wel heel fijn dat jullie allemaal zo bij elkaar aan tafel zitten. Woensdag is de grote dag, de treurige dag, TSN, de grootste organisatie op dit moment, helemaal failliet is het gebeurd. Ik begreep, 1/3 van de gemeente heeft inmiddels een oplossing gevonden, 1/3 nog totaal niets en wat er tussenin zit is nog bezig. Jos, hoe gaan de gesprekken? Nou, met de gemeentes die zeg maar, ingegaan zijn op ons voorstel, prima.
Dus die zien ook dat er iets moet veranderen. Dat de bodem al lang bereikt is. Dus het gaat nu veel over ja, hoe moet het voor de toekomst. Dus ik ben blij met een kopgroep van gemeentes die laten zien dat het eigenlijk zo niet verder kan. En, heb jij die mensen, die een derde van de gemeente die oplossing hebben gevonden, hebben ze die met jou gevonden? Hoeveel gemeenten heb je nu in de pocket, om het even zo plat te zeggen? In de pocket. We hebben met 23 gemeentes die gezamenlijk ongeveer 30% van de medewerkers van TSN hebben. Daar hebben we nu afspraken mee. Oké, dat jullie dus die thuiszorg, want buurtzorg voor mensen die het niet weten is vooral bekend vanwege de wijkverpleging. Dat model zonder managers, meer ruimte voor de mensen die bij je werken. Ze vullen het zelf in hoe dat moet. Dus eigenlijk is iedereen ongelooflijk. Cliënten en werkers bij jou zijn heel erg blij met jou. Joost van Oostrum, jullie hebben ook een contract, hè, met buurtzorg. Ja, familiehulp, buurtzorg? Hè, moet ik zeggen volgens mij. Familiehulp, ja. Of familiehulp? Ja. Oké. Het wordt een aparte stichting. Kijk, eigenlijk is ons doel was om de gelegenheid nu te gebruiken om het te laten zien van als je anders naar problemen van mensen kijkt en daar andere oplossingen voor bedenkt, dat leidt tot voor zowel de medewerkers als de cliënten voor een veel betere situatie. Wat was de reden voor, uw wethouder heeft de onderhandeling gedaan, mevrouw Marijke van Haren. Maar wat was de reden voor jullie om met familiezaken in... Familiehulp. Oh, familiehulp. Ja, kom, ik zit er gaan... We zullen het proberen te framen, Jos. Voor jou. Familiehulp. Nou, we hebben natuurlijk in Berkelland een vrij turbulente periode op het gebied van zorg achter de rug. Hè. Het oorspronkelijke beleid dat is in november al aangepast. En daarmee, jullie hebben hevige protesten ook gehad, hè? Ja, we hebben 8 maanden lang een tent naast het gemeentehuis gehad. En ik heb ook een keer een nacht de dames te slapen gehad van de thuiszorg te hulpen. En daar intensieve gesprekken mee gehad. Want ik snap heel goed dat er in die verandering ook heel veel onzekerheid schuilt. Alleen, we moeten wel veranderen met elkaar. Want er ligt nu eenmaal, of we dat als gemeente nou leuk vinden of niet, een enorme bezuinigingsopdracht naast een innovatieopdracht. Nou, en dat is heel erg uitdagend. Hè. In Denemarken wordt dan vaak gerefereerd als een voorbeeldmodel. Daar hebben ze er 7 jaar over gedaan en zonder bezuinigingsopdracht. Dus we hadden een model gekozen. Nou, dat heeft geen stand gehouden. Dus die wijziging hebben we gehad. Ja, en toen kwam de problematiek van TSN eroverheen. En toen hebben we in het college heel intensief over gesproken en gezegd van ja, we willen vooral stabiliteit proberen te creëren. Niet straks weer met ellende zitten. Niet weer hele lange periode van onzekerheid. Dus vandaar dat we weliswaar onder een aantal randvoorwaarden hebben ingestemd met het aanbod van familiehulp. En die randvoorwaarden hebben we wel zo geformuleerd dat ook anderen gebruik kunnen maken van die randvoorwaarden. Dus als er andere partijen zijn die onder min of meer dezelfde voorwaarden ook de thuiszorgsituatie van TSN willen overnemen, graag. Wat we vooral hebben gezegd tegen elkaar is dat we niet weer de situatie van 2 jaar geleden. En toen hadden we natuurlijk al een hele turbulente periode, want TSN is natuurlijk ook weer ontstaan als opvolger van. Ja. Nou, en daar willen we proberen echt een streep doorheen te zetten. En nou, we hopen dat het gaat lukken met familiehulp. En we hopen vooral dat er nu een periode van rust komt, zodat we kunnen gaan bouwen aan innovatie in de zorg. Ja. Daar zetten we namelijk ook heel veel stappen op dat terrein. Waar zit de grootste twijfel? Want het klinkt toch wat twijfelend allemaal. Waar de grootste twijfel zit, is eigenlijk een beetje de geschiedenis. Die zit niet mee. Hè. Ik bedoel, we hebben al een keer zo'n periode gehad met Sensieren 2 jaar geleden en nu weer. Terwijl we eigenlijk heel erg veel energie zouden willen stoppen in op een andere manier de samenwerking zoeken. Daar hebben we namelijk ook andere partijen bij nodig, de zorgverzekeraars. En die zijn dus heel erg jammer dat de Tweede Kamer daar op het allerlaatste moment dat gedeelte uitgehaald heeft. Want wat we nu zien, is dat er heel veel zorg gezamenlijk aangeboden zou kunnen worden. Mm-hmm. Alleen dan krijg je de discussie wie betaalt welk deel. Nou, en we zitten nu midden in die discussie en dat is zonde, want dat houdt ons af van het echte werk. Namelijk proberen met zo min mogelijk mensen over de vloer zo goed mogelijke zorg te verlenen. En we denken dat met minder mensen het ook nog eens een keer een stuk efficiënter en daardoor een stuk voordeliger kan. Mm. Alleen we zitten met 2 financieringsstromen en daar zouden we heel graag van af willen. Jos, heb je enig idee waarom er in de Achterhoek zo weinig gemeenten zijn die met die familiehulp van jou in zee durven, willen? Wat zeggen ze tegen je? Nou, ik heb zelf met Berkelland zeg maar contact gehad. Dus persoonlijk is er niks tegen me gezegd. Ook niet gevraagd. Dus ik weet het eigenlijk niet zo goed. Ik hoor wel van dat er geruchten gaan dat we ons eind 2016 weer terug zouden trekken.
Nou, ik denk, dat vind ik dan heel bijzonder. We gaan niet aan iets beginnen. Nou, maar het contract was toch eerst wel voor een jaar en dan kijken. En dat is voor Berkeland opgeheven, hè? De ding is, de aanbesteden of de contracten lopen gewoon af eind 2016. Ja. Dus dan moet er een verlenging komen. Oh, sowieso. En dat was blijkbaar het idee bij sommigen dat dan wij, als we het geld dan binnen hadden voor die extra bijdrage, dat we dan voor 2017 zouden zeggen van, nou, dan gooien we ze er allemaal uit. Nou, dat is een beetje een vreemde opvatting. Mensen die ons kennen... Dat was wantrouwen dus. Wantrouwen, ja, we gaan vooral voor continuïteit. En we vinden dat je iets duurzaams moet opbouwen. En niet elk jaar opnieuw rare voorwaarden moet komen aanzetten. Ik heb nog een paar, want ik spreek zo hier en daar wel eens op mensen. Nog een argument gehoord. Familiehulp is straks dezelfde monopolist als we Mediavita hebben gehad en ook als TSN. Het wordt gewoon een tweede, een grote monopolist. Daarom gaan wij er niet mee in zee. Hebben ze daar niet een beetje gelijk met die angst? Ze hebben natuurlijk afschuwelijke ervaringen met die clubs gehad. Ja, nee, ik denk dat... Ben je van plan monopolist te worden? Ja, natuurlijk. Dat zijn we al. Dus dat maakt niet zoveel uit. Kijk, we hebben 50% van de wijkverpleegkundigen in Nederland in dienst. Maar ik vind eigenlijk dat dit hele deel dat je moet afvragen of dat de wijze waarop we dat allemaal commercieel gemaakt hebben, of dat wel verstandig is geweest. Dus wij willen eigenlijk zeggen van die familiehulp, dat is eigenlijk een publieke onderneming. Wij vinden dat het veel meer in het publieke domein opgelost moet worden. En dat allerlei commerciële belangen er mede toe hebben bijgedragen dat het zo, de situatie zo ontstaan is. Dus ik vind, of wij nou monopolisten... Dat begrijp ik niet zo goed. Wat bedoel je met al die situatie die nu ontstaan is, dat faillissement van TSN en zo. Ja, wat zijn die commerciële belangen dan? Zijn dat die waardeloze tarieven die werden betaald of wat? Nee, dat zeg maar, allerlei schoonmaakbedrijven zich gestort hebben op die thuiszorg. Dat die situatie gecreëerd... Die cowboys op de zorgmarkt. Nou ja, ik weet niet of het cowboys zijn, maar in ieder geval die hebben volgens vanuit hun idee over wat er nodig is, hebben die allerlei dingen gedaan. Daardoor zijn de salarissen de loop der jaren flink achteruit gegaan. En de tarieven? En de tarieven, daardoor is een steeds de nadruk komen te liggen op het schoonmaakwerk. Terwijl eigenlijk het zou moeten gaan over ondersteuning van mensen. Dus er is een hele, in 10 jaar tijd, de situatie ontstaan die eigenlijk door de wijze waarop die marktwerking heeft uitgepakt, voor iedereen alleen maar verliezers heeft opgeleverd. Ja. Maar nu kijken we even, dat is bezetting van een gemeentehuis. Ik dacht dat het Bronkhorst was, ik weet niet zeker, maar het kan ook een ander gemeentehuis in Achterhoek zijn. En met grote steun van de FNV en ook SP'ers stond erbij en zo. En ik kan me voorstellen, want het stikt hier in de Achterhoek van de CDA-wethouders en ook VVD-wethouders, dat die denken, ja hallo Jos, lekker. Wij, je voor één zelfertje met die FNV en met de SP, dus het wordt te partijdig. Heb je dat bezwaar ook een beetje gevoeld of dacht je van, nou, dat maakt niet zoveel uit? Omdat daar ging Bronkhorst volgens mij niet met jullie in zee, toch? Als ik het goed begrepen heb. Nou, dat weet ik. Volgens mij was dat juist de Partij van de Arbeid. Sorry? Maar volgens mij was dat de Partij van de Arbeid bij het houden. Ja, maar die ging uiteindelijk toch niet met jullie in zee? Nee, die ging niet met ons in zee. Nee. Maar goed, daar heb ik heel andere dingen gehoord. Maar is dat niet gevaarlijk? Nee, ik word zelfs gebeld door VVD-wethouders die zeggen van, ja, maar dat is toch te gek voor woorden. Want in principe is er geld genoeg, zeggen ze. We moeten het alleen op een andere manier besteden. Dus ik ben wel met een hele diversiteit aan wethouders in gesprek. En eigenlijk merk ik dat de politieke kleur daar niet zo heel veel in uitmaakt. En het feit dan dat jullie dat buurtzorg en ook familiehulp de lieveling is van de Haagse politiek. Helpt dat of helpt dat niet? Nou, af en toe wel. Ik weet niet, ik hou me er niet zo mee bezig. Maar er zijn wel, met name bij conculega's, levert dat wel wat jaloezie op af en toe. Ja? Ja. Wat doen ze dan? Ja, dan doen ze vervelend. Hoe? Ja, ze proberen mij wat aan de schandpaal te nagelen. Waarmee? Nou, dat ik staatssteun krijg. En dat ik daar allemaal handig mee omga. Dat is ook wel zo, denk ik, trouwens. Maar goed, dat zou ik aanraden om iedereen te doen. Ik bedoel, hij is een beetje slim. Kijk, die hele discussie nu. Er is 200 miljoen beschikbaar dit jaar. Dat heeft VWS beschikbaar gezet voor innovatie. Rondom, zeg maar, dit thema van onder andere huishoudelijke verzorging. Dus waarom gaan niet gewoon al die partijen op zoek naar vernieuwende werkwijzes die de arbeidsvoorwaarden van mensen verbeteren en ook de zorg verbeteren. In plaats van een beetje tegen elkaar op zitten te boksen en energie stoppen en in elkaar wat verwijten te praten. Mag ik een vraag stellen? Want u heeft dus met de gemeente Berkeland overlegd. Ja. U bent bezig met een nieuwe zorgverzekeraar, als ik het wel heb. Ja.
U bent laatst, u was in Taiwan, hoorde ik. Ja. En ik sprak laatst iemand, die is thuiszorger. En die was door u aangenomen. Ja. Dat is dat mooi. Slaapt u wel eens of zo? Of werkt u? Jawel. Kijk, dat is nou het mooie. Heel veel dingen die wij doen, die kosten helemaal niet zoveel tijd. Dus als je de dingen laat regelen, door, zoveel mogelijk door mensen zelf, dan hoef je eigenlijk heel weinig te doen. Als je kijkt, 30 jaar geleden, dan was wat wij doen normaal. Dus toen ik in de wijkverpleging begon, toen had je gewoon een nationale kruisvereniging. Daar wist niemand van dat die ergens in Bunnik zat, want het was een klein kantoortje. En er werd landelijk alles geregeld. Moet je nu eens kijken wat er ontstaan is de afgelopen 30 jaar. Aan gebouwen, aan organisaties, aan complexiteit. Kost allemaal geld. Kost bakken meer geld. We zijn honderden miljoenen kwijt. Alleen al aan het regelen van de aanbestedingen. Hoe verklaart u dat? Dat op allerlei terreinen, de zorg. Maar ook op allerlei andere. Dat dit zich heeft voorgedaan. Dat is er, nou ja, dat die managers het hebben overgenomen. De bestuurskundigen. Nou ja, ik denk dat het vaak ja, precies. Nee, maar het gaat verder dan dat. De bestuurskundigen, bedrijfskundigen, juristen, economen in Nederland, die maken de diensten uit. Als je kijkt, als je komt bij het ministerie van Volksgezondheid, dan mag je blij zijn dat je een dokter of een verpleegkundige tegenkomt. Dus heel veel wordt vanuit een bestuurlijke visie geregeld. En of dat nou om onderwijs gaat, of het politiewerk of zorg. Dan zie je allemaal dezelfde patronen. Dat leidt in het veld tot allemaal complexe organisaties. Heel veel mensen die zich bezighouden met die complexe organisaties. Terwijl het werk in feite heel eenvoudig is. Want iemand heeft gewoon een probleem. En je gaat zorgen dat je dat probleem als goed. Ik las gisteren in NRC het portret wat over u geschreven. En over die groepen van 12, dat is de maximale grootte. Dan worden ze automatisch opgesplitst. Ja. Ik denk van ja, dat lijkt me zo'n logische gedachte. Waarom hebben we er zo allemachtig lang over gedaan om daar achter te komen? En waarom zijn partijen zoals de VVD nog steeds bezig om dat te promoten? Want dat is toch godverdikkie te gek dat maar niet doordringt dat we met iets verkeerds bezig zijn. Ja, ik zie een kolom aankomen! Ik wil me best verantwoorden voor de landelijke standpunten. Daar ga ik alleen niet dagelijks in. Dat moet u Het lastige is dat wij ook een enorme regeldruk er bovenop hebben gezet. En dat merken wij op alle beleidsterreinen. Wij kunnen als lokale overheid eigenlijk geen stap zetten zonder dat we moeten verantwoorden wat we hebben gedaan. En dat gaat op heel veel beleidsterreinen. Dat zou volgens mij een heel stuk minder kunnen. Dat is denk ik een deel van de efficiëntie die je weghaalt. Jij zegt iets belangrijks, Jos. Jij kunt de regeldruk, dan kunnen ze vandaag veranderen. Ja. Hoe dan? Nou, gewoon door op een normale manier met elkaar in gesprek te gaan. Kijk, ik heb maar maak het eens concreet. Ik heb een aantal gemeentes en die zeggen gewoon, hoe zullen we dat regelen? Wat moeten we vastleggen op een veel eenvoudigere manier? Zowel in de eerste plaats van wat willen we bereiken? Het tweede, hoe spreken we dat met elkaar af? En hoe volgen we de uitkomsten daarvan? Dat is ook precies de slag die wij in Berkeland proberen te maken. Veel minder van verantwoording van dit of dit. Nee, gewoon welke zorg is nodig, die zorg moet geleverd worden. Waardoor je probeert lokaal datgene wat je lokaal kunt regelen ervan af te halen. Alleen, wij moeten lokaal ook weer verantwoorden datgene wat we aan stappen zetten. En daar zouden we echt nog een stap in kunnen maken. Kijk, en ik ben het met je eens hoor. Daar is mijn partij ook bij aanwezig. Want die roept ook altijd minder regels. En uiteindelijk werkt het uit op steeds meer regels. Vergelijk nu datgene wat we al lokaal moeten doen met 20 jaar geleden. We worden echt weggezogen in de regels. Dat geldt niet alleen in de zorg, dat geldt ook in het onderwijs. Daar lopen wij ook regelmatig tegenaan. Waarom niet gewoon op het moment dat de leerling op school komt, moet hij gewoon vergoed worden? Nee, daar hebben we allemaal teldata vastgesteld. En ongelooflijk ingewikkeld gemaakt, waardoor gewoon de creativiteit wegvalt. Maar heeft dat ook niet te maken met het feit dat, je kunt natuurlijk zeggen, we gaan het allemaal lokaal regelen. Maar ik heb het idee, maar als dan lokaal een keer wat misgaat, en overal gaat wel eens wat mis, dan wordt er natuurlijk weer gekeken, ja, waarom is dat misgegaan? Nou, gaan we regels verzinnen om te voorkomen dat het misgaat. Dat wordt dan weer in beleid gevat. Dan gaan we het weer uitvoeren. Nou, dan gaat het uit goed, maar dan gaat er weer wat mis. Dan gaan we een nieuw beleid maken, want het mag niet misgaan. En voor je het weet hebben we weer zo'n heel pak. Ja, maar dat is incidentenpolitiek. Eén incident die onmiddellijk leidt tot regels. Maar je zit echt ongelooflijk smaak te lachen. Wat is er? Dit is gewoon helemaal inherent aan de hele marktwerking die in de zorg is geïntroduceerd. Iedere verpleegkundige die... gekscherend gezegd, voor ieder aspirintje dat ze uitschrijven, moeten ze zich op 3 verschillende manieren verantwoorden aan 7 formulieren invullen. Hou er nou toch eens eindelijk mee op. Dat zijn mensen op de werkvloer die verstand van zaken hebben.
En laat zij ook gewoon de beslissingen nemen, omdat zij er verstand van hebben. Nou, je zit dus op hetzelfde systeem als Josse. Ja, absoluut. Kijk, wat je als overheid zou moeten doen, is zorgen dat dat hele circus, dat het erop aankomt in welke gemeente je woont. Dat is echt idioterie van de bovenste plank. Als jij een heup gebroken hebt en je woont in plaats X, dan krijg je wel thuiszorg. En als je in plaats Y woont, krijg je het niet. Dat soort rechtsongelijkheid, echt flauwekul. Wij zijn er ook, ik ben er hartstikke voor dat er een soort gemeentelijk basispakket komt, waarin precies staat wat voor rechten je hebt en wat er dus geregeld moet worden. We kennen dat namelijk bijvoorbeeld wel bij baby's. Niemand praat erover, vindt het heel normaal dat als je een baby hebt gekregen, dat je een hielprik krijgt. En dat is namelijk geregeld. Maar voor ouderenzorg doen we dat niet. Doe dat nou gewoon wel, dan weet je ook wat voor tarieven er tegenover staan. En of die hele controlegekte, waar je dus ook zo'n hekel aan hebt, die kun je achterwege laten. En laat degene die er verstand van hebben, de huisartsen, verpleegkundigen, laat die bepalen van wat voor een zorg er nodig is. En laten we dat dan gaan regelen. Ja, en wij van het hele oude het rare is dat Den Haag heeft dus die hele zorg gedecentraliseerd, hè, oftewel bij de gemeente op de borden gegooid. Maar zonder fatsoenlijke afspraken. Ja, en met een enorme bult aan bezuiniging eroverheen. Ja, een enorm bezuiniging. De gemeente zit ook hartstikke klem. Daar moeten we ook wel wat begrip voor hebben. Maar waarom hebben ze dan nog al die regels? Ik bedoel, als je decentraliseert, dan decentraliseer je toch. Waarom durf je die macht niet los te laten? Heb vertrouwen in de lokale overheid. Nou, geen vertrouwen in de lokale overheid. Dat is één. Maar het tweede is, omdat je namelijk het zo opengooit, dat je echt sprake is van rechtsongelijkheid. Waarom, als ik dat voorbeeld wat ik gaf, als ik een heup gebroken heb, waarom krijg ik dan wel de thuiszorg in plek 1 en niet in plek 2? Waarom is het afhankelijk van de postcode waar je woont? Dat slaat er gewoon niet aan. Maar die verschillen zijn niet zo extreem. Ja, die zijn wel degelijk extreem. Oké, okay, we gaan er niet over kibbelen. Ik wil het hebben over niet de macht uit handen willen geven van Den Haag. Nee, maar daar is op zich helemaal niks mis mee. Ik ben er hartstikke voor dat je gaat decentraliseren, omdat je dan veel dichter bij de mensen zelf bent. Maar doe dat op een fatsoenlijke manier. Waarom zeg jij nee, Jos? Nee, dat is helemaal niet zo. Oh. Ik moet ook nog de Giro bespreken. Hè? Ja, nee, maar we zijn ook in Zweden bezig al een aantal jaren. En wat je ziet is dat het voorbeeld van Zweden wordt ook vaker aanhaald. En dan zie je de verschillen nog veel groter. Dus je ziet dat de kennis in veel gemeenten eigenlijk te beperkt is om een lange termijn, zeg maar, visie vorm te geven. Dus wat je ziet is met name die ouderenzorg, dat eigenlijk het kwetsbaarste gedeelte is. Omdat iedereen gaat toch op de kosten zitten. En iedereen denkt dat met lagere tarieven dat de zorg goedkoper wordt. Maar juist door de goede dingen te doen, wordt de zorg goedkoper. En dat de goede dingen doen, dan zie je dat als je kijkt naar kennis die op veel plekken waar beleid gemaakt wordt aanwezig is te beperkt om daar invulling aan te geven. Okay. En dat zie je al op landelijk niveau, maar op lokaal nog veel meer. Dus ik vind dat Te weinig kennis van zaken bij de gemeenten. Ja. En daarom moet je de bepaalde dingen waarvan je vindt dat ze voor iedereen betaalbaar en toegankelijk moeten zijn, dat moet je vastleggen, dat je daar dus niet aan kunt morgen. Ik wil even iets aan de zaal vragen. Ik zie af. Kenden jullie allemaal het concept buurtzorg familiehulp? Wie kennen het niet? Dus de meeste mensen kennen het wel. Ik neem aan dat jullie bij de anderen de Achterhoek wonen. Wie zegt, het maakt me niet zoveel uit als ik maar gewoon goede zorg in huis krijg. Wie ervoor zorgt? Wie? Ja, daar kun je niet tegen zijn, denk ik. En wie zegt, ik voel me toch wel het meest thuis bij een concept zoals buurtzorg heeft bewezen? Ook. Meneer Van Oostrum, moet de gemeente niet veel meer te raden gaan bij hun inwoners over dit soort besluiten? Ja, nee, zeker. En daar hebben we ook veel vrijheid voor nodig om dat goed te kunnen doen. En dan krijg je inderdaad op een aantal terreinen misschien wel wat verschillen tussen de gemeenten. Maar dat is ook het mooie, want dan geef je ook echt ruimte aan lokale inbreng. Oké, goed. Praten jullie vooral mee over het volgende? Zijn jullie allemaal stapelgek op fietsen, Jos? Fantastisch, ja. Nee, dus? Bijna elke dag. Ja, maar echt waar? Ja, maar dan wel op de home trainer. Achter een film. Emiel? Oh, ik vind het bij tijd en wijle leuk om naar te kijken. Dat is ook een mooie. Jullie twee hoeven niet te vragen. Jij, Peter? Ja, ik heb het een tijd lang heel intensief gevolgd, fietsen. Maar dat was vooral een reden om niet te gaan studeren. Ik moest studeren voor de tentamen. Ze dachten, oh ja, maar het is vandaag koninginnenrit in de Tour. Ja, dan gaan we. Als je in de midden van de zomer was je nog aan het studeren. Ja, als je namelijk alles niet in één keer haalt, dan heb je herkrijgen. Vandaar. In ieder geval twee grote fietsliefhebbers. Als ik verkeerde woorden gebruik, Bert, dan moet je me corrigeren. Want ik schijn koers en wieler en zo. Ja, je gooit wel dingen door elkaar, maar dat geeft niks. En ik ben een amateurkijker. En ik hou zelf helemaal niet van fietsen. Wel om te kijken, net zoals jij. Ik ben er dol op. Maar hier zie ik mooie foto's.
Van jou, Bert. Waar zit je daar? Vertel even. Daar zit ik boven op de Mont Ventoux. Mijn boek van toe te signeren. Ja, is ook voor, met Tom Simpson. Met een fles champagne erbij. Ja. Dat boek is trouwens ook over succes in Nederland. Ja. Prachtig. Wat mooi, hè? Oh, die zon en die fietser. En Joost, jij bent ook een enorm fanatieke fietser. Hè? Hebben we foto's van ook? Is dat zo? Jazeker, we hebben hele mooie foto's. Ja, samen met Loes Gunnewijk, alprofrinster uit mijn gemeente. Ja. Boudewijk, Cursie Vinden, zoek nog maar even door. We gaan ze zo meteen vastzien. Maar nu komt er dus... ik zeg gewoon, kom door de Achterhoek. Dus niet helemaal geografisch precies correct. Ja, we hebben even nagekeken. Gewoon keihard Achterhoek, hoor. Lage Keppel, Hoog Keppel. Ja, we hebben even gecheckt. Ja. Ruurlo. Nou, hoe Achterhoek weet hebben. Ruurlo, Borculo. Ja. Ah, kijk. Ja, nee. Dus de Giro komt door de Achterhoek. Nou, alleen hij kwam niet door waar Frans... Frans, bij jou moet het altijd door. Gaan er of zo, toch? Of niet? Oh, de bork. Ja, dat zeg ik. Maar Terborg heeft altijd kermis. Eén keer per jaar. Het kwam niet door Terborg, dus Frans was een beetje pissig. Wat betekent dat voor jullie? U bent burgemeester in de Achterhoek. Bert, jij bent geboren en getogen in de Achterhoek. Ja, ik ben in principe... Hoewel ik het altijd heel leuk vond, die openingen van die koersen in Nederland. Maar in principe vind ik dat de Tour de France gewoon in Frankrijk moet beginnen. En de Giro in Italië. Maar de keer dat ik het heb meegemaakt... De eerste keer was in Gironingen, 2002. Was het zo'n enorm feest... En zij zelfs een hele oude Italiaanse journalist van de Gazzetta... die al, geloof ik, 50 van die Tourstads had meegemaakt, van die Giro-stads. Die zei van, dit heb ik nog nooit meegemaakt, ook in Italië niet. Dus wij zijn daar zo... Ja, het is voor ons zo nieuw. Maar ja, zo langzaam is het ook niet meer zo nieuw... want hij is al in Amsterdam gestart, 2 jaar geleden. Ja. Die Vuelta hebben we gehad. 2010. Vuelta hebben we gehad. Tour de France natuurlijk al een aantal keer. Dus het exclusieve gaat er een beetje vanaf. En de Giro met name is een ronde waar altijd geld tekort is. En dan heb je in Nederland een hele handige man rondlopen. Kees Priem, de oude adjudant van Jan Raas. Die heeft de rechten op Tourstads in Nederland. En die krijgt dan op een gegeven moment de directeur aan de lijn. En die zegt van, Kees, heb je nog een paar steden die een zak met geld. En dan mag Kees gaan leuren met de Giro-start. En dat doet hij. En er zijn altijd nog plaatsen waar dat kost, gebeurt. Het kost steden dus geld, omdat... Tuurlijk, dat kost veel geld, ja. Dat krijg je niet voor niks. Wat zijn de kosten ervan? Nou, dat weet ik niet precies. Dat hangt ervan af. Maar ik dacht dat de Tourstart in Utrecht vorig jaar 4 miljoen kostte. Oh, zo. En er wordt er altijd geschermd met... maar dat de televisie komt en er komen kranten... en er komen daarna heel veel toeristen die gaan allemaal kijken waar die Tourstart was. En misschien is dat ook wel voor een deel waar. Ja. Den Bosch heeft het een aantal jaren, hè, die heeft het ook de Tourstart gehad in de 96, dacht ik. En dat heeft ook wel effect. Maar ik vraag me af. Ik denk dat je, als je dat wilt, moet je doen omdat je dan je bewoners een leuk feestje aanbiedt. Ja? Ja, nou, is dat wat? Dat is precies de reden waarom je het moet doen. Als je het... Want je kunt allerlei berekeningen gaan houden over hoeveel geld het oplevert, hoeveel hotelovernachting, hoeveel toeristen erachter aankomen. Dat hebben ze in Utrecht ook gedaan. De projectdirecteur Martijn van Hulstein, een goede kennis van mij, die zegt ook van ja, we kunnen in 10 minuten 3 berekeningen maken. Ja. Eentje dat heel veel geld kost, eentje dat heel veel geld oplevert en eentje die precies middenin zit. Waar je het vooral voor moet doen, is dat het inderdaad wel heel veel plezier oplevert. Ik ben het overigens wel met Bert eens dat het aantal starts van dat soort grote rondes te dicht op elkaar en te veel wordt. Waardoor het leuke er wel van afgaat. Het grote voordeel van Gelderland is overigens wel... dat het precies in het hemelvaartweekend zit. Ja. Waardoor er heel veel toeristen sowieso in beweging zijn. En op die manier kun je nog net een stapje extra pakken. En dat heeft een heel groot voordeel. En daarnaast is het gewoon waanzinnig leuk. In 2010 kwam het door de gemeente Rhenen, mijn vorige gemeente. Stonden ze 2,5 kilometer lang, stonden mensen schouder aan schouder langs de weg. Echt 2 uur voor de doortocht om te genieten van 30 seconden. Maar denk je dat Achterhoekers dat ook gaan doen? Nou, Achterhoekers zijn wat nuchterder, dat scheelt. Ik weet niet, hoe was het hier met de Vuelta, die is hier geweest, hè? In Zutphen, dacht ik. Ja, Zutphen. Maar was het toch ook maar die kwam ook langs Borculo, en nu komen ze echt door het centrum van Borculo heen. En mensen praten er nog steeds over. Echt waar? Ja. Oh, dus dat ziet er goed uit. Nou ja, bij ons, wij zijn erin geslaagd om het dwars door het centrum van Ruurlo. Er gebeurt in Borculo. Nou, dat valt wel mee, hoor. Dat gebeurt meer dan in Almelo. Nee, maar... Nee, maar het leuke is dat de route bij ons echt, daar moet je een beetje wielergek voor zijn, wel zo gelegd is dat het dwars door het centrum van Ruurlo heen komt en dwars door het centrum van Borculo heen komt, waar we in Borculo ook nog een jeugdwedstrijd hebben, die we ieder jaar hebben. Die proberen we te combineren, dat levert wel heel veel gedoe op. He, maar het is een leuke manier om breed sport en jeugdsport... Al die gemeenten waar de ronde doorheen komt, moeten die ook mee betalen?
Dat is wel de bedoeling van de provincie, maar ik heb tot op heden niets overgemaakt. Wil ik wel weten waar ik voor betaal. Dat is een beetje de Calvinistische inslag. Ja, ja. Ga je over nadenken als het Giro lang weer verdwenen is. Anders gaat hem omleggen of zo. Nou, kijk, ik heb het grote voordeel dat de gedeputeerde die verantwoordelijk is voor de Giro... Nee, maar de gedeputeerde die verantwoordelijk is voor de Giro, die woont bij mij in Borculo. En ze hebben vanaf de tekentafel bedacht dat het heel erg leuk is om van Nijmegen naar Arnhem te rijden. En dan langs het huis van de gedeputeerde op. Dus, serieus? Ja. Nee, dus, is dit echt waar? Ja, maar kijk, ik kan een fantastisch verhaal houden hoeveel tijd ik gelobbyd heb om de Giro bij mij door de gemeente heen te krijgen. Nou, maar het was heel simpel. Heb je dan wel of niet gelobbyd? Nee, ik heb niet gelobbyd. Jan Mark ging, de gedeputeerde belt mij op. Het is eigenlijk gewoon een beetje de hobby van de gedeputeerde die hier voert. Ja, zoiets. Nee, maar en dat kost dan een paar miljoen. Ja, geweldig. Dat moet ze in Provinciale Staten van Gelderland uitvechten. Je vroeg aan mij wat het mij kost. De gedeputeerde belt mij op. Als inwoner vindt u het goed als de Giro door de gemeente heen komt. Dus ja, wie ben ik om nee te zeggen. Nee. Maar houd het maar lekker op de provinciale weg. Dan kost het mij niks. Vervolgens willen ze dwars de Borculo heen. Dat snap ik wel, want dat is natuurlijk gewoon een heel mooi historisch stadje. En uiteindelijk zijn we nu aan het discussiëren hoeveel hekken ik moet gaan huren om dat veilig te laten verlopen. Moet je nou geld betalen of niet? Er is een verzoek vanuit de organisatie aan de doorkomstgemeente om €10.000 bij te dragen. En, per gemeente? Per gemeente. Ja. Dus een soort verdienmodel. En ik wil wel graag weten waar ik het voor betaal. En bedoel, ik heb 8 jaar lang in de stad Utrecht een internationale wielerwedstrijd georganiseerd. En daar vroeg de doorkomstgemeente ook geen geld. Ik was al lang blij dat ik de vergunning kreeg. Maar vertel jullie nu even, wat is trouwens €10.000 als mensen nog jarenlang nagenieten? Dat is toch feest voor een prikje, hè? Nee, dat is het een prikje. Alleen doordat het zo vaak achter elkaar gebeurt, begint er een soort slijtage. Maar wat leg ons en daar zouden we wel eens over na moeten denken. Maar leg ons eens uit, want misschien denken mensen wel door de Giro, ik wil ook zo'n middle-aged man en lycra op zo'n fietsje worden. Wat gebeurt met iemand als je zo fietst? Wat is de fun? Want jullie zijn allebei fanatieke fietsers. Nou, kijk, de Tour de France kijkt iedereen, maar dat is omdat het in de zomer is. Maar de echte wielerliefhebber die vinden Giro een veel mooiere wedstrijd. Omdat Waarom is die mooier? Ja, er zit veel meer strijd in. Mooier parcours. Veel mooier parcours. Dat zijn echt liefhebbers. En betere opbouw ook. Hè? De Fransen doen het nu een beetje na met een finale in de laatste week. Ja. Vroeger was dat niet zo, dan was hij altijd halverwege was hij beslist. De Italianen bouwden dat op als een theaterstuk. Dus je houdt de spanning vast tot het einde? Ja, het eind, dan gebeurde het. Dan was er een tijdrit en dan werd het beslist. Of een grote bergetappe nog op zaterdag. Ja. Dat had echt te maken met het Italiaanse gevoel voor drama, voor tragedies. Ja, daar hebben ze een mooie koers voor, L'Eroica. Ja. En dat wordt nu een beetje vertaald in de Strade Bianchi. Hè. Dus onverharde wegen. Ze gaan in de Alpen, kiezen ze een berg uit de Col di Finestra over onverharde wegen. Dat is mooi. Hè. Een helling van 20% op 1,5 kilometer voor de finish. Vaak door de sneeuw of zo. Door de sneeuw. Nou, Wie kan niet een keer? Johan van der Velde die afstapt, in de auto stapt omdat hij zo verkoud, zo door de kou gevangen was. Nee, maar dat is veel meer koers. De Tour de France is natuurlijk vooral voor de commerciële beelden en de prachtige reisgidsen. En dergelijke. Ik heb ze allebei verslagen in een grijs verleden. En in de Tour kwam je altijd aan op industrieterreinen. Lange rechte wegen, kaal, weet je wel, niet fijn. De Giro die leidde het peloton dan een kilometer voor de finish nog door een heel smal poortje. Om maar te kunnen aankomen op een idyllisch dorpsplein. Ja. Dat is het verschil. Waar volgens iedereen onderuit ging. Dat gebeurde natuurlijk wel. Ik viel mij op dat volgens mij streven zij soms naar. Want bij de aankomst in Utrecht. Bij de vorige, toen die stad in Amsterdam. Toen was de aankomst, die weg is daar vrij breed. Maar die was gewoon met reclameborden, was hij als een fuik opgesteld. Dat ik dacht van, nou ja, ik wil die Italianen nergens van beschuldigen. Maar volgens mij zou het helemaal niet slecht uitkomen. Zo'n spectaculaire valpartij waarbij maar renners door de lucht vliegen. Het is bijna serieus. Je merkt het onderweg ook. Daar waar voor de Tour de France van alles nog wat weggehaald moet worden. Aan verkeersdrempels en aan middengeleiders. Zeggen de Italianen, dat past wel. Kunnen we prima langs. Ja, vind ik wel goed hoor. Dat maakt het zo spectaculair dus. Ja, want het is een prachtig... Wanneer wordt hij gestart? Wanneer start hij precies? Nou, hij start natuurlijk in Apeldoorn, hè, met de tijdrit. Want je mag geen proloog zeggen als hij meer dan zoveel kilometer is. En daar komen ze, dat is op vrijdag. Want anders dan kunnen ze niet op tijd terug zijn in Italië. Op zaterdag rijden ze van Arnhem naar Nijmegen. Of ze helemaal van het weekend. En op zondag 8 mei
dan rijden ze de Achterhoek-etappe. Dan starten ze in Nijmegen, finishen ze in Arnhem. En ik was afgelopen vrijdag op school om een lespakket uit te reiken. Want dat is wel heel mooi, hè? De provincie doet er ook echt wat aan. Om dat ook bij speciale lespakketten voor speciale lespakketten over de Giro. En toen zei een van de jongens een hele slimme vraag. Ja, maar waarom rij je via de Achterhoek van Nijmegen naar Arnhem? En toen zei ik, ja, omdat hier zo mooi is. En daar was hij het wel mee eens. maar dat is op moederdag. Hè? Dus nou ja, dat is voor horecaondernemers in ieder geval in Borculo en Ruurlo wel reden om daar gewoon uit te pakken. Met een biertje of een proseccootje in de hand op het terras zittend. En dan die wielrenners voorbij zien te komen. We verheugen ons al, toch? Hoor, jullie hebben En Tom Dumoulin, hè? Als hij het een beetje goed doet in het roze. Ja, de mooiste renner ever, toch? Ja, en de mooiste trui die er is, de roze trui. Oké, goed. We sluiten dit eerste gedeelte af met muziek. Ellen, ga je gang. Ben benieuwd. Vrolijk liedje nu. Ja, deze keer een vrolijk liedje. Dit heet Step Into the Light.
En dat gaan we ook doen, mensen. We steppen met z'n allen into the light. Want we hebben een kwartier pauze.